U weet het, eind vorige week maakte Kind en Gezin nieuwe cijfers bekend, onthutsende cijfers waaruit bleek dat amper een kwart van de moeders die afgelopen jaar een kind kreeg, nog Nederlands spreekt binnen haar gezin. En een paar weken daarvoor waren er de cijfers van Stadbel waaruit bleek dat de enorme bevolkingstoename in de rand voor zo'n 80% à 90% het gevolg is van immigratie. En het gaat dan niet om Hollanders of Duitsers. De grootste toename die wordt vastgesteld bij Roemenen, bij Polen en bij Afrikanen. Bij Roemenen gaat het zelfs om een verachtvoudiging. En het gevolg, meneer de minister, is dat ondertussen zo'n 4 op 10 inwoners in de rand van vreemde herkomst is. Bij de groep 0 tot 24-jarigen, u moet zich dat maar eens verzinnen beelden, is de groep mensen van niet-Belgische herkomst zelfs gegroeid tot 56%. En ik denk, meneer de minister, dat u het met mij eens zal zijn dat deze bevolkingsexplosie in de rand, die eigenlijk een immigratie-explosie is, toch een aantal pertinente problemen in de rand op scherp stelt. Denk maar aan, en ik heb mij voor de opsomming gebaseerd op uw eigen beleidsnota, het bijna letterlijk afsterven van het Vlaams en groen karakter, de verhoogde druk op de woningprijzen, toename van het fileleed en de onveiligheid, groeiend tekort aan plaatsen in onze scholen, toenemende islamisering, pijlsnelle daling van het onderwijsniveau enzovoort enzoverder. Wat het onderwijsniveau betreft, u bent wat dat betreft de juiste persoon. Wat het onderwijsniveau betreft, verwijs ik trouwens naar de dramatische cijfers die ook naar voren kwamen op het colloquium De Stand van de Rand, waaruit nogmaals bleek hoe dramatisch het gesteld is met het onderwijsniveau in de rand. Ik citeer ter zake uw eigen onderwijsbeleidsmedewerker mevrouw Op de Beek. Zij had het over een zeer somber beeld en een situatie die echt wel heel erg is. Einde citaat. Om maar één voorbeeld te noemen, meneer de minister, bij de leerlingen. In het secundair onderwijs in de rand ligt de schoolse vertraging meer dan een kwart hoger dan in het Vlaams gewest. Ik kom dan ook tot mijn vraag, mevrouw de voorzitter. Zult u de cijfers van Kind en Gezin en van Stadbel, die toch opnieuw een alarmsignaal zijn, voor de rand aangrijpen om uw randbeleid te intensifieren? En ik denk daarbij aan twee zeer concrete beloften. Eén, het voorrangsbeleid voor Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs. En twee, het voorbehouden van kavels voor mensen met een streekbinding. De cijfers betreft, meneer de minister, is het inderdaad zo dat wij kosten nog moeite hebben gespaard om bij Kind en Gezin de nominale cijfers te krijgen, maar men weigert die te geven. Maar dat voor de vorm. En de budgetten die u aangeeft, die zijn ons inderdaad intussen genoegzaam bekend. En de aankondigingen nog meer. Aan aankondigingen zijn er bij u nooit gebrek. Ik las onlangs in KNAK dat uw eigen collega's van uw eigen meerderheid u de koning van de aankondigingspolitiek noemen. Ik begin steeds beter te begrijpen wat ze daarmee bedoelen. Ik heb het daarom eens opgezocht. De voorrangsregeling voor Nederlandstalige leerlingen in Nederlandstalig onderwijs, dat kondigde uw partij al aan van in 2012. Van in 2012. Ik heb de partijcommuniqués hierbij. Maar de leerkrachten, meneer de minister, en de ouders, die willen geen beloftes niet meer zien. Die willen inderdaad daden zien. Ik ga u een voorbeeld geven. Een vriendin van mij, u kent de school waar ze les geeft. Een vriendin van mij die geeft les voor een klas van 22 leerlingen. 18 daarvan zijn anderstalig. En bij die 18 heb je dan nog 8 verschillende talen en onder hen nog eens een aantal mensen met gedragsproblemen. Weet u dat, hoe dat zij 's avonds naar huis komt? Al wenend, al jankend. En weet u waarom? Omdat zij met de beste wil van de wereld haar job niet meer kan uitvoeren als gevolg van de massale influx van anderstaligen. Mijn bijkomende vraag is dan ook heel simpel. Wanneer schiet u deze radeloze mensen eindelijk te hulp? Ja, dank u, meneer de minister. Het belangrijkste wat ik uit uw antwoord lees, wat dat die voorrangsregelingen betreft, is dat we eigenlijk nog een beetje geduld moeten uitoefenen. Hè. Van een timing is nog altijd geen sprake. Geduld, dat zegt uw partij nu al 16 jaar. Geduld, mannetjes, het komt wel in orde. Maar het geduld in de rand is op. Hè. De cijfers staan op rood. Het huis staat in brand. 3 op 4 jonge gezinnen is anderstalig. 40% van vreemde herkomst. Er zijn de nieuwe cijfers van Stadbel, de taalcijfers van de VDAB, de prognoses van het planbureau, de herkomstcijfers. En wat is uw reactie? Ja, dat ik de situatie eigenlijk een beetje verkeerd voorstel. In de krant zei u zelfs, ja, de Slootmans, dat is eigenlijk, die zijn boodschap, dat is eigenlijk gitzwarte reclame voor de rand. Maar het is niet wat ik zeg dat gitzwart is. Het zijn de feiten die gitzwart zijn. Als er nu niet wordt opgetreden, dan wordt de rand gewoon een kopie van Anderlecht of van Schaarbeek. Ik mag hopen dat dat toch niet uw ministerieel nalatenschap is. En wat mij daarbij nog het meest verontrust,
is dat u daarbij krak dezelfde argumenten gebruikt die destijds tegen de Vlaamse beweging werden gebruikt toen zij waarschuwden voor de gevolgen van de faciliteiten. Het zou allemaal wel meevallen, we gooien er wat integratiechecks tegen en dan komt dat allemaal wel in orde. Wel 57 jaar later zien wij dat de Vlamingen een marginale minderheid zijn geworden. U zou dat moeten weten als Vlaams nationalisten. Wij verwachten dan ook actie, meneer de minister, en geen struisvogelpolitiek.